In dit filmpje leer je hoe je de systematische naam moet geven aan de alkanen. We beginnen met makkelijke voorbeelden en maken het steeds moeilijker. Zorg natuurlijk dat je goed de basis beheerst van methaan tot en met decaan. In de voorbeelden is er steeds een koolstofskelet getekend, dus alleen maar de C'tjes en niet de H'tjes die erbij horen. Alsjeblieft, maak er de gewoonte van om het wel erbij te zetten, anders gaat het je punten kosten. Maar nu is het even weggelaten vanwege de overzichtelijkheid. Het eerste wat je moet doen is de langste keten zoeken. In dit geval is dat dus niet de horizontale keten van 4 C'tjes, maar je kunt 2 keer het hoekje om, dus 6 koolstofatomen in totaal. En de keten heet dus hexaan. Daar zit een zijtakje aan vast, een methylgroep, 1 C'tje, methylgroep. Het is er eentje. Dan moet je kijken vanaf welke kant geteld moet gaan worden. Je kunt vanaf de rechterkant tellen. Dan zit het koolstofatoom, de methylgroep, op nummer 4. Als je vanaf de andere kant telt, dan zit hij op nummer 3. Je moet altijd zo laag mogelijk tellen, dus vanaf nummer 3. Vanaf onder, dus dat hij op nummer 3 zit. De volledige naam is dus 3-methylhexaan. Een moeilijker voorbeeldje. Je ziet dat er weer gezocht is naar de langste keten. Opnieuw hexaan. De zijtakken zijn allebei methylgroepen. Er zijn dus 2 methylgroepen, dimethyl. Vanaf welke kant je weer moet tellen. In dit geval maakt het niet uit. Als je van links stelt, zit er een koolstofatoom, een methylgroep op nummer 3 en eentje op nummer 4. En vanaf de andere kant ook op nummer 3 en nummer 4. Dus de volledige naam wordt 3,4-dimethylhexaan. Een laatste voorbeeld. We zoeken weer de langste keten. Nog steeds hexaan. De zijtakken zijn methyl en bromgroepen. Er is 1 methylgroep en 3 bromgroepen. Vanaf welke kant moet je gaan tellen? Als ik vanaf onder tel, kom ik op nummer 1, 2 en 3 en 4 een zijtak tegen. Terwijl als ik van de andere kant tel, kom ik pas op nummer 3, 4, 5 en 6 een zijtak tegen. Dus moet ik vanaf het onderste koolstofatoom tellen. Wanneer er meerdere zijtakken zijn, moet je daar rekening mee houden met de volgorde. Dan gebruiken we de alfabetische volgorde. Dus de B van brom komt voor de M van methyl. Dus wordt het 1,2,4-tri-brom, omdat er 3 bromgroepen zijn, en 3-methylhexaan. 1, 2, 4-tri-brom, 3-methylhexaan.